moet je bijna activistisch gaan zijn. De boodschap die ik verkondig, daar sta ik 200% achter. Ik denk dat je echt moet opletten in welke maatschappij dat je terechtkomt. Ik weet niet of er zozeer een tussenweg is. Waarschijnlijk wel, maar ik zie het niet. Ook niet in andere landen. Ik zie alleen maar overheden die zich bedienen van heel veel technologie, terwijl ze nog niet goed weten wat de gevolgen daarvan gaan zijn. Overheden, polities, die gaan naar beurzen. Hè. Er zijn internationale beurzen waar de technologie te koop is. Software voor gsm's te kraken, illegaal. Snufjes voor gezichtsherkenning, voor camera's. Dat is, moet ik zeggen, dat is de mediamarkt, hè, voor die overheden. En die kopen, maar we gaan dat een keer proberen. Terwijl dat we eigenlijk nog niet, denk ik, toch zeker niet als mensen, klaar zijn voor die technologie en zeker nog niet alle gevolgen kunnen voorzien. Sta ik soms te roepen? Ja, absoluut. Ik denk het wel. Zeker omdat, en vroeger zei ik, ja, die mensen kunnen er niet aan doen, de mensen in de straat. Maar dat vind ik nu niet meer. De mensen in de straat weten het wel. Vroeger, 10 jaar geleden, was dat hypothetisch. Als ik zei van, pas op, voor een overheid die eventuele gegevens gaan gebruiken, moet ik hier rondkijken. Nu moet ik kijken naar China, naar de Verenigde Staten, naar Noord-Korea, naar Australië, allemaal part of the Big Five. De UK hangt vol met camera's. Men is daarop aan terugkomen, want die camera's, ja, dat lost geen misdrijven op. Dat levert alleen maar spannende footage, spannende filmpjes op. Maar veel doet dat niet. Hè. Die gasten worden niet gepakt. Bijvoorbeeld heel veel motor- en brommerdiefstal in Londen. Ja, die dragen allemaal een helm. Dat is goed dat je een camera hebt, maar wat ga je eraan doen? We zien daarop aan terugkomen. Is dat soms zonder nuance? Ja, dat is natuurlijk een stuk, denk ik, de sociale media waarin dat wij leven, dat alles opgepakt moet worden in heel korte boodschappen, waarbij dat je niet de ruimte hebt, zoals je zelf zegt, om in 2 uur even je verhaal te doen, zelfs in de media. Ik bedoel, je weet het even goed als ik, als het helemaal VRT voor een interview komt, ja, dan, die willen een quote. Hè. Ja, natuurlijk. Die willen geen uitgebreid verhaal met alle pro's en cons en alle nuances ertussen, die willen gewoon een quote. Nou, het spijtige is ook, als je dan in heel dat ongenuanceerd verhaal ziet, dat je ook soms een klein beetje kunt afgerekend worden op je eigen medestanders zelfs. Hè? Ja. Dat je zegt van, oh ja, dat is er zo ene die dat zo'n hele hoop van die conspiracy theory nutcases aan zijn kant heeft. Of nog erger, socialisten. Hè? Maar ik bedoel, gewoon zo, ineens hebben dat je van zegt, ja, shit, hè, zo, dat is dan die, zo, dat doet een klein beetje denken aan, als ik een grap maak, en dat is een foute grap, dat je een applaus krijgt waar je van voelt dat dat niet een applaus is.